Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. En in deze video ga ik Learn to Fly 3 spelen. En ik heb vroeger de eerste twee games echt gewoon helemaal uitgespeeld. Alle extra's gehaald, alle medailles gehaald. Misschien heb ik zelfs wel even een fotootje op het scherm nu even. Om dat te laten zien. Nou ja, heb ik ooit een keer een foto gemaakt, oké. Maar ik wist niet eens dat er een derde game was. En toen opeens zag ik een video en ik dacht, hey, er is een derde game. Dus ik dacht, nou ja, laten we gewoon spelen. Dus let's play. Nou, zoals je ziet, ik heb nog nooit gespeeld. Ik heb het net gedownload. Dus laten we story mode doen. Iets anders kan nog niet. Oké. Nee, we gaan het niet skippen. We gaan gewoon even rustig kijken naar wat er hier gebeurt. Oké, ja. Erg interessant. Ze zijn met een balletje aan het gooien. Oké. Ze willen naar de maan toe. De eerste game ging om naar de ijsberg toe te gaan. De tweede ging om echt helemaal de ijsberg kapot te maken, volgens mij. En nu willen ze graag naar de maan. Oké, met een trampoline gaat het denk ik niet lukken. Wauw. Oké. Nou, doe maar. Ja, kijk, daar is de van de tweede game volgens mij. Dat is het poppetje van de tweede game. Daar deed je het inderdaad met een nep pinguïn in plaats van een echte pinguïn. Zodat je zelf niet in het ziekenhuis terecht kwam. En... Bim! Oké. Wat is dit? Wow. Oh nee, gaat er toch niet op landen? Nee. Natuurlijk, het kon ook niet anders. Het kon gewoon ook niet anders. Oké, dat ziet er heel gevaarlijk uit. Oh, pas op, niet te hard neerzetten die boeken. Oh, shit. Dat ging bijna verkeerd. Nou, heeft deze gast een goed idee om naar de maan toe te gaan? Oké. Wauw, die wenkbrauwen. Wat? Like flying, but up. Oké. Oké, ze gaan met een raket of zo naar de maan. Trouwens, de vorige twee games gingen dus om naar de zijkant toe te gaan. En deze is dus omhoog. Oké, hij vindt het wel een goed idee, denk ik. Oké, dat is ook een manier om een deur open te doen, denk ik dan maar. Penguin NASA. Oké, welcome to the hangar bij launch to get started off. Hit ready to take off. Een launcher. Kan ik empty hebben? Wauw. Oké, we nemen de coil. Oké. En dan back. Ja. Oh, we hebben medals. Kijk hoor. Jemig. Oké, dit zijn flink wat medals. Wat? Oké, die gaan we echt niet allemaal completen, denk ik, maar... 100 medailles zijn er dus. En hebben we ook... Kijk hoor. Ik zal deze even een klein beetje... Nee, niet zo laag. Even een beetje lager zetten, zo. Anders dan lijkt het een beetje. Meemenu, nee, opties. Nee, dat is hetzelfde, oké. More opties. Nee, niet interessant. Ik denk, misschien staat ergens de achievements, maar wat zijn er waarschijnlijk dan de medals. Oké, ready. Take off. Nou, wat moeten we doen? Moet ik ook ergens op klikken? Oké, ik heb nergens op geklikt. Oh ja. Ik was even vergeten hoe dit spel ook weer werkte. Oké, ik kan nog steeds naar de linkerkant en de rechterkant, maar volgens mij heb je dat niet nodig. Oké. Upgrade. Oké. Green arrow voor een upgrade. Oké. Logisch. Laten we maar nog een keer doen. Kan ik ook iets doen? Wow. Oh, maar je komt dus niet meer op de grond. Oké, dat is misschien wel logisch, want je moet gewoon omhoog. Niet naar de zijkant. Dus. Ja, best. Oké. Stages. Main thrusters.
Automatically used. Oké, dat is nice. Een ballon. Ja, die kunnen we meteen ook even een beetje upgraden. Ready. Even kijken, wat gebeurt er nu? Ik hoef nog niks te doen, blijkbaar. Zo, en dan... Wow. Oké. En dan gaan we weer naar beneden. Gotta go fast. Yes, we hebben al een medal. Of een achievement. Ja, ik noem gewoon achievement. Oh, nee. Bijna op de vogel. Oh. Oké, even kijken. Ja. Best, best en best. Dat is altijd goed. Boost select. Summer passive, main trigger manually. Up, oké. Wat is dit? Die is... Oké. Die heeft meer power, die heeft meer fuel. Ik ga voor deze. Heb ik ook nog wat meer over. Take off. Oké, let's go. Oké, eerst deze gewoon helemaal uit laten gaan. En dan de boost. Oh, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Oh mijn god. Oké. Dat was wel grappig op zich. Oh, die muziek ook. Ja, die horen jullie waarschijnlijk niet zo heel, heel goed, maar... Oké, niet verkeerd. Zeker niet verkeerd. Bodies. Kijken, wat zijn bodies? Oh, zo. Nou ja, gewoon het duurste. Ja, joh. Meer top speed. Ah, best. Ik zal de coil ook even upgraden. Oké, laten we nog maar een keer gaan. Hopelijk gaan we nu deze keer verder. Kijk, we komen de hele tijd verder. Dat is goed, dat is goed, dat is goed. Oké, we zijn wel zwaarder geworden. Dat 6 meteen is ons gewicht. Go! Let me get high! Nice! Oké. Nou, dat zag er goed uit volgens mij. Krijgen we daar ook veel geld voor? Jazeker. Kijk eens aan. Best, best en nog een keer best. Nice. We hebben steeds een prestatie unlocked. Nice, oké. Even kijken, we gaan ons ballonnetje even upgraden, denk ik. Kijk, gotta upgrade hem al. Oh, die is al max level nu. Oh, we kunnen ook nieuwe kopen natuurlijk. Back? Nee. Oh, empty. Oh ja, we kunnen ook... Oké. Ik denk, ik ga hem eerst even upgraden, maar... Nou ja. Take off. Wat? Is dit serieus een doodje? Wat? Die wolken. Wat? Oké. Volgens mij was dat wel goed. Wie? Niet meer geld verdienen, denk ik. Oh jawel. Wat hadden we dan meer? Hogere altitude? Ja. Oh, ik nog hogere max speed. Oké. Hebben we een betere coil? Oh nee, we kunnen maar één coil hebben. Die moet ik eerst cellen. Oké. Nou, ik kan een nieuwe balloon kopen. Kijk, een rocket. Dat is wel handig. Ik zal deze ook even een keer upgraden. Nou. Nu zal het wel beter moeten gaan, denk ik. Kijk eens aan. Allemaal dingen. What? Go. Oh, en ook nog een rocket. Ja, dat is zeker nice. Oké. We zijn al dik hoger gekomen. Dat is mooi. Nou. Ook 2 keer zoveel geld of zo? 200? Kom op. Ah, bijna. Nieuwe altitude, nieuwe airtime en niet de nieuwe max speed. Dat is logisch op zich. Oeh, de bonus shop. Bonus points. Oh ja, die hebben we hier. Permanent upgrades. Oh ja. Oké. Oh, ja, ik snap. Maar, Nee.
Check. Oké. Ik heb 0 sardines. Daar heb ik de black market voor nodig. Oké, logisch. Heel erg logisch. Even kijken. Ik pak even een betere crate. Of een body bedoel ik. Nou. Ready. Take off. Oké, hopelijk gaat het nu een beetje beter met deze nieuwe... Kom op. Boink. Oké. Nice. Go, go, go. Row, row, row your boat. Nice. Gotta go fast. De tweede al. Oké. Nou. 200 nu wel, toch? 270. Nice. Oké. Ik hou van deze game. Echt niet normaal. Oh, oké. Nieuwe coil is misschien wel handig. Aan de kant prestatie. Ja, shell. Kijk. De Russian roulette. Oké. Let's go. Oh mijn god. Press any key to spin the cylinder. Oh, en dan kun je super boost hebben of zo. Oh mijn god. What the fudge. Dat was volgens mij de beste van allemaal. What? Oké, dat was echt geweldig. Jemig. Oké. Dat is echt niet normaal. Ja, daar heb ik flink veel geld voor verdiend, ja. Oké. 500 munies. Ik wil hier wel even een nieuwe voor hebben. Mini helpers. Sort by price. Sort by name. Nee. Magic. Oké, gewoon bij price. Oké, logisch. Even kijken. Nou ja, wat is dit? Gewoon de beste hebben, denk ik. Frequent buyer. Oké, nice. Nou, even kijken hoe we het nu doen. Oh, special powers. We discovered special powers. Go get some at the black market. Oké. Wat is de black market? Unique items with sardines. First one is free. Speedify, floatify, earninator. Oké. Hey. Here's a bonus to get you started. Oké, nice. Leuk. Oké, yeah. Select power and get ready for the takeoff. Nou, deze dan maar. Takeoff. Wow. Special animation er ook nog bij. Urninator. Niet de Terminator, maar de Urninator. Tuurlijk. Nou, doe maar. Ja. Oh, als we nu de rode krijgen, hé. Kom op. Bam. Ja hoor. De rode. Shit. Oh. Lol. Kom op, de volgende. Ah, jammer. Oké. Nice.
Kijk, 1000 in één keer erbij. Dat is wel nice. Yes, bonus earnings. Oké. Savings. Play more. Oké, meteen 2 achievements. Nice. De balloon, die kan nu wel weg. Want nu heb ik de RPG. 2 keer de RPG. Zelfs. Bladang. Die mini helpers. Ja. Oké. Okay. Let's go. Oké, 2 RPG's. Dit moet gewoon super hoog worden. Toch? Kom op. Oké, de G, dat is denk ik ook wel goed. Ja. Total altitude. Oké, nou ja, daar heb ik niet veel aan. Was dit nou veel beter? Nee. Geen enkele was eigenlijk, ja, nee. Geen enkele was beter dan de vorige keer. Ja, misschien komt het ook wel omdat we de gele hadden, hè? Dus, ja. Kijk. Oké, we gaan deze gewoon een keer upgraden. Ja, hij was iets minder, ja. Maar hij was ook die gele, dus ja. Volgens mij wel goed. Oké, niks. Wat is niks? Ik krijg gewoon geen boost. Slecht. Gotta go fast. Hoe dan? Oké. Nice, denk ik. Ja, deze was gewoon niet hoog, maar gewoon snel. Ja. Mooi toch? Max speed. Hoezo heb ik bonus earnings? Oké, I'll take it. Had customization unlocked. Change your HUD and decide on the information to display on screen. Drag and drop hot elements where you want them on the screen. Wow, you can customize it. Oké, dat is wel nice. Maar ja, ik vind het zo wel goed. Team baby. Holographic. Sleek. Oh ja. High tech. Rollers. Smartwatch. Nee, gewoon basic. Laten we ons stoeltje nog een keer upgraden. En take off. Nou, je moet gewoon geluk hebben dat je de rode hebt. Dan heb je gewoon de beste boost. Geel is ook goed. Oké. Ja. Zo. Wat? Oh, bijna op die vogel. Jemig. Oké. Ja, niet heel verkeerd. Beste max speed. Oké. Die Russian roulette moet even wat omhoog. Let's go. De rode. Kaboom. No. Wat gebeurde er? Oké, ik heb geen idee wat er gebeurt. Oké, tegen een vliegtuig aangebotst. Maar dit was overduidelijk de grootste tot nu toe. De hoogste. Laten we het zo zeggen. Oké. 640, nice. Ja, kijk, best altitude. It's just a scratch. Oké.
Even kijken, wat voor medals hebben we nu? Just a scratch. Hit a total of 10 obstacles. Oké. Earn stuff. Spend so many time. Yes. Oké, ik snap het. Without launches or boosts. Wow. Dit is gewoon complete the game allemaal. Oké. Ja, complete 4000k story mode, oké. Ja. The 4 secret videos. Oké. To the left and to the right. Nou, laten we gewoon doorgaan. Maar dat gaan we door in de volgende video. Want voor deze video vind ik het wel heel goed geweest. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop je te zien bij de volgende video. Dus tot dan. Doei doei.